Welkom weer terug bij de Survival. In de vorige video hebben de Noob en ik deze prachtige huizen gemaakt. Wow, Noob, ben je na onze vorige aflevering nog verder gegaan? Want het ziet er wel mooi uit. Ja, ik heb even wat kleine aanpassingjes gedaan, hoor. Oké. Okay. Dan ziet hij er net zo mooi uit als die van jou. Woe! Ja, hij ziet er echt mooi uit. Ze staan ook echt mooi bij elkaar zo. Ik had nooit verwacht dat een dirthuis mooi kon zijn. Ja, kijk, hier binnen is de woonkamer, de duchtwoonkamer. Oké. Okay. En dan kan je hier door de raampjes kijken naar binnen en naar buiten. Hé, dat is handig. Dat is vaak met de ramen inderdaad, ja. Mooi. Ja. En hier kan je nog naar boven de boven. Oh, dit is ja, de zolder. Dit is de zolder. Hier komt de gamekamer. Hier komt de gamekamer. Ja, en dit wordt de slaapkamer en de woonkamer beneden. Oké, oké. Nou, het ziet er heel erg mooi uit. Wat een ruimte ook eigenlijk, hè. Het is veel te veel ruimte eigenlijk. En bij jou is hij ook heel mooi. Ja, jij hebt bij mij nog wat mooie plantjes neergezet, zie ik. Die heb je ook mooi van mij gefixt, zeg. Noob, ik had voor vandaag een ontzettend goed idee. En dat is om even wat nieuwe dieren te gaan zoeken, want die hebben we op dit moment niet heel erg veel. We hebben alleen maar kippen hier zo. Kipjes en een eitje. Oh, kijk, ik ga ze eventjes wat eten geven. En deze mag ook eten, anders is het ook maar zielig. Kijk uit hoor, want dadelijk lopen ze weer naar buiten, Noob. Daar moet je wel van geleerd hebben, hè? Ja, ik heb hier twee eitjes wel. Oké, gooi ze maar. Hoppa. Oh nee, je gooit tegen de kip aan. Oh, laat wel nog een eitje van de schrik. Hier komt hij aan. Van de schrik. Nee, je gooit weer tegen de kip. Ja, zo komt er toch geen eitje uit. Kom, Noob, weet je wat? Ja, nee. Ja, verdomme. Nou, weet je wat? Het is goed met die kippen. Let's go. Kom, we gaan wel deze kant op. Misschien dat we... Wow. Noob. Kijk eens even hier in de verte. Ik zie een kapot huis inderdaad. Wacht eens even. Daar moeten we eventjes wat beter naar kijken. Heb jij misschien nog wat eten voor mij toevallig? Want ik heb één kippetje. Oh, dankjewel dat ik jouw laatste kippetje mag hebben. Ik heb nog rauwe kip. Ja, ik heb ook rauwe kip. Die kun je ook eten. Word je wel een beetje ziek van. Misschien kunnen we in het huis wel even bakken. In het huis bakken? Ja, misschien zit... Hè? Wat is dit voor gek ding hiervoor dan? Dit is... Daar ligt hier ook een hele gele plas. Wat is dit voor gek ding? Is dit een plas? Oh, niet invallen. Niet invallen. Je weet niet wat het is. Dadelijk is het iets van zuur of zo. Dadelijk is het super gevaarlijk. Heel mijn beeld ging ook helemaal raar. Echt? Oh, wacht. Dan ga ik ook even in. Even kijken wat er gebeurt. Wow. Oké, ik moet hier zo snel mogelijk uit. Dit is niet goed volgens mij. Nee. Kom, Noob. Dadelijk ga je nog dood. Dadelijk is het niet veilig. Kom. Snel eruit. Wow. Ja, ik snap het. Zo, alles draait. Wow, wat een ontzettend groot huis is dit. Maar wat is dit voor een huis ook? En, hè? Wacht. Nee, meneer de Noobspeler. Een autootje. Een autootje, ja. Hoe werkt dit? Je zit in een auto. Ja, ik weet niet. Wow, ik kan er ook echt mee rijden, inderdaad. Wat? Oké, dit is ziek. Maar ik moet nou wel even de andere kant... Wacht, ik ga gewoon even vroeg, zo. Kijk, met nu zit ik echt in. Sorry. Ik wist niet dat je dan pijn had. Sorry, ik laat er wel even hier staan. Maar dit is zo vet. Kijk, een auto. En, ik kan ook. Kijk dan, hier staat ook gewoon iets van een pompstation. Hier kan je lekker je auto bijtanken, denk ik dan. En, dit is gewoon echt letterlijk iets waar je bij kan tanken, inderdaad. Oké, die ga ik gewoon meenemen. Oh, Noob, we kunnen hier zoveel gekke dingen mee doen. Autootje rijden. Ja, ik zie het inderdaad. Ga jij naar mij? Of is dit alleen een auto voor mij? Dit is een eenpersoons auto, denk ik, ja. Nou, dan ga ik eruit. En hier staan ook nog allemaal chesten. Wat zit daarin dan? Eens even kijken. Oké, we hebben hier allemaal buckets met wielen. Biesel diesel. En we hebben hier ook nog allemaal andere... Hè? En hier staat nog zo'n gasding. Oké, nemen we die ook mee. Gekke dingen hier. Okay. Oh, hier zit ook nog een chest. Huh? Hier zit allemaal asfalt in. Dat is denk ik van dit spul. Dit is gewoon asfalt. Wow, we kunnen gewoon echte wegen gaan maken. Ja, dat is om overheen te rijden. Dat is zo ontzettend vet. En wat zit er dan in deze chest? Hier zitten ook allemaal gekke dingetjes in. Wacht. Die had ik ook nog niet gecheckt. Wow. Hier kan je volgens mij auto's van maken. Wat? Ik heb hier een paarse auto gevonden, meneer de Noob. Kijk dan. Je hebt een paarse auto. Misschien kan ik wel gewoon mijn eigen auto maken. Oké, en hier zitten nog meer paarse dingen allemaal in. Oké, dit is echt super vet. Wacht. Ik ga gewoon even mijn eigen auto maken. Kijk, hier kan ik gewoon mijn eigen auto maken volgens mij. Maar voordat ik die auto ga maken, vergeet zeker niet even te abonneren toch, Noob. Dan moeten ze even allemaal doen. Ja, het moet wel zeker abonneren, ja. Ja, inderdaad. Net zoals al deze mensen hier in beeld. Wil je nou ook een shout-out krijgen in de volgende video en op de hoogte blijven van alle survival video's, vergeet dan zeker niet te abonneren. En dan is het nu tijd om een auto te maken. Maar hoe doe je dat? Weet jij dat? Ja, dat weet ik niet. Ik pak deze auto wel. Dan moet jij maar... Want ik ben
ik snap er helemaal niks van. Oké, okay, nou, jij mag deze auto wel hebben. Ik vind het ook best wel een mooie noob-auto. Het is een bruine auto, een beetje in de dirtkleur, weet je wel. Boom, de noob komt eraan. Of ja, daar zit bruin in. Hij is voornamelijk wit. Maar veel plezier met je auto. Ik ga even kijken hoe dat ik hem moet maken. Oké, doei, noobspeler. Hij gaat er echt vandoor. Ik hoop dat hij niet ergens tegenaan botst. Dat zou een beetje zonde zijn. Ik heb hem gecrashed. Oh nee, heb je de auto gecrashed? Hoe kan dat nou? Dat is niet handig. Je vliegt ook met de auto. Het is een vliegende auto. Ik kan er wel uit. Oké, gelukkig maar. Doei. Ik ga even mijn auto maken. Want ik had een hele hoop wielen gevonden. En vier wielen, dat is meestal wel iets wat een auto nodig heeft. En dan is de vraag, gaan we grote wielen gebruiken of kleine? Ik ga dan toch voor de grote wielen. Die stop ik een mooi vier in. En dan zat er hier ergens inderdaad een paars dingetje voor een auto. En hier zitten nog allemaal andere dingen. Oké, dit is een SUV. Dit wordt dus een grote auto. En hier hebben we een sportscar body. Lukt het een beetje, noob? Ik ben gebotst en dan gaat hij uit. Voorzichtig. Oké, noob. Dadelijk is er benzine op. Dat is ook wel handig dat je dat nog genoeg hebt. Zit er benzine in? Ja, ik denk trouwens dat dit gewoon een plas met benzine is. Of met olie of gas of zo. Oh, daarom werd je zo duizelig van. Ja, inderdaad. Dan moet je ook niet in zwemmen. Hier hebben we nog een SUV. Hier een sportcar. Een transporter. Daarin kun je denk ik dingen vervoeren. Ik ga een paarse transporter maken. Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. En dan moet dat natuurlijk ook nog een mooi ding bij. Om de kentekenplaat in te zetten zo. Hoppa. Een grote tank wil ik hebben. Hier, een grote tank. Let's go. Dit wordt helemaal fantastisch. Die stop ik erin. En heb ik dan nog iets? Heb je al misschien wat dingen uit de kist gehaald of niet? Ja, dat heb ik gedaan. Geef de spulletjes eens die je had. Alsjeblieft. Nee. Geen zaadjes. Andere. Wat had je gegeven? Oh, hier. Ik heb het al. Die moeten ook even in zo. Bam. Oh, wacht. Nu lukt het. Het ging even fout met het maken van de auto, maar het komt allemaal weer goed. Even kijken. Een mooie tank erin. Een mooie plaat erop natuurlijk. En nu heb ik een soort van truck gemaakt. Oké, dit ziet er wel apart uit. Ik heb wel een beetje honger, de ponger. Dus ik moet even wat eten halen. Heb jij ook honger? Ik heb ook honger. Weet je, pak de auto anders. Dan ben je sneller. Oh ja, tuurlijk. Want ik kan niet eens meer redden. Zo'n honger, de ponger heb ik. Nou succes hè. Yo. Met de benzine is op. Oh, is de benzine op? Dan moet je misschien toch maar te voet gaan. Oké, misschien kan ik toch beter een SUV maken. Misschien ziet dat al vetter uit. Dan moeten natuurlijk wel grote wielen op zo. Hoppakee, kijk. Oké, dit lijkt ergens op. En bam, spancar. Hey mensen, kijk, ik heb mijn eigen auto. Dit is zo ontzettend vet. Een helemaal paarse auto. Dit ziet er super vet uit natuurlijk. Bam, en ik heb hem gestart. En hij werkt gewoon, dames en heren. Dit is zo nice. Weet je wat? Ik ga gewoon even alle spullen die ik hier in de chesten kan meenemen. Die spinnenwebjes, ja, die vind ik hartstikke vies. Die heb ik niet echt nodig. En dan heb ik hier ook nog wat spullen. Oh, dit kan ik niet allemaal in één keer meenemen. Maar, ik heb een goed idee. Ik ga gewoon mijn eigen autowinkel openen. Dat zou vet zijn. Dan kan ik gewoon auto's verkopen. En dan hoop ik ook dat ik Mick en de Pro nog ooit tegen ga komen. Want die moeten eigenlijk wel hier ook in deze wereld zitten. En dan kan ik gewoon super rijk worden met het verkopen van auto's. Ik vind dat een ontzettend goed idee. Oké, hopzakee. Ik ga hier vanaf rijden. Lukt dat? Jazeker. Oké, dit is helemaal top. Ik ga eens even... ik ben gecrashed. Oké, dit was niet helemaal de bedoeling. Is nou mijn auto ook weer leeg? Hij moest even opnieuw opstarten. Dit ziet er zo gek uit. Kijk, ik rijd gewoon door de survival wereld heen in een auto. Alleen is dit niet heel erg handig rijden, want... ik zit nou vast met mijn auto. Oh, dit meen je niet. Ik ben in een supergroot gat gevallen. Ja, dat kon ik ook niet weten. Wat is er? Ben jij in een ravijn gereden? Ja, ik ben hier in een ravijn gereden, inderdaad. Dat was niet de bedoeling, maar ik heb ook nog niet mijn rijbewijs. Dus daarom gaat het allemaal zo ontzettend lastig. Misschien kan ik er zo overheen. Jazeker, oké, dit is toch... heb je vleesjes? Wauw, dat ga ik natuurlijk niet afslaan. Hoppakee, en ik ga hem gewoon voor mijn deur parkeren. Waarom ook niet, mensen? Kijk dan, joh, dit ziet er toch fantastisch uit. Even serieus. Hoppakee, kijk. Wow. Een mooi paars huis met een mooie paarse auto ervoor. Dat ziet er toch top uit. Ja, dat heb je echt goed gedaan. En dan wil ik die bruine auto, maar die benzine was op van de pop. Wacht, misschien had ik hier de benzine dingen meegenomen. Ja, kijk, hier, hoppakee. Alleen, Mijn auto staat helemaal daar. Oh, wacht, misschien kan ik met deze emmers dit ding bijvullen. Dat zou vet zijn. Het werkt. Kom, dan gaan we onze auto. Kom. Ja, niet met z'n tweeën in jouw auto. Nee, we lopen anders wel even een stukje. Dat komt wel goed. Ik doe even al deze dingen hier in de kist. Hoppakee. Kijk, ik heb zelfs een sleutel. Wacht, die kan ik er dus uitpakken. Allebei kan ik ze eruit pakken. En nu kan helemaal... Nu kun je niet in de auto, denk ik, of wel? Ik kan wel in de auto, maar... Maar druk eens op R, kun je hem starten. Oh, je kan er ook nog mee rijden. Nee! dit was niet de bedoeling. Weet je wat? Misschien moet ik hem nog even goed versleutelen. Ik heb geen idee. Wacht eens even. Ik kan gewoon dingen hier in
doen. Ik kan gewoon allemaal dingen meenemen in mijn auto. Oh, wauw. In dat geval ga ik wel even met de auto, hoor. Want dan kan ik al de spullen daarmee nemen. Kan je de benzine meenemen? Inderdaad. Noep, ik zie je dadelijk wel weer, ja? Ja, niet okay. In de ravijn rijden hier weer. Oh, het ging weer bijna fout. Oh, we moeten hier echt een weg bouwen. Ja, ik weet het. Tot zo, Noep. En die auto die moeten we natuurlijk een beetje bijtanken. Dus ik pak even dit. En dan kan ik, als het goed is, dit in een emmer doen. Ja, ja. Kijk, we hebben superveel benzine, Noep. Hoppakee. Ik ben er weer aan het bijvullen. Zo, hoppa. En nu moet je even naast deze paal gaan staan. Ja, maar hij staat uit helemaal. Oh, dan moet je op R drukken. Oh, je kan hem helemaal niet meer verplaatsen ook. Oh, nee. Nee. Oh, oké, Noep. Dit moeten we even een andere keer fixen. Ik weet niet wat er met de auto gebeurt, maar hij is lekker aan het vliegen. Laat hem lekker zijn ding doen. Hij heeft ook geen batterij meer. Oh, dat is niet handig. Oh, nee. Ik ga even al de spullen hier meenemen, want dat zijn nogal wat dingen. Oh, dit zijn echt genoeg spullen om een autowinkel mee te beginnen. En ik denk dat ik dit hele ding ook mee moet nemen. Oh nee, ik heb mijn pickaxe waarschijnlijk in een chest gedaan net, of niet? Ik heb een auto pickaxe met nog 3 slaagjes. Oh, dat is niet handig. Even kijken. Oh, maar hier heb ik ook nog allemaal dingen waar ik ook zo'n workshop van kan maken. Dat is handig. Hoppakee. En mijn inventory is alweer bijna vol. Dat is niet handig. Even kijken. Ik denk trouwens dat ik met de sleutel gewoon de auto op slot kan zetten, zo, of niet? Nee. Oké, dan moet ik nog even uitvogelen, mensen. Nou, Noep, ik zie je thuis wel weer, ja? Ja. Oké, doei. Oh, ik viel weer bijna in het ravijn. Maar goed, mensen, ik ben weer thuis met mijn prachtige paarse auto. En ik vind het zo ontzettend vet dat ik gewoon plek heb om spullen op te slaan in mijn auto. Dat is zo handig. Dat gaat zoveel schelen als ik bijvoorbeeld nog een keertje een mooi gebouwtje vind of wat dan ook. Oh, dat gaat echt top zijn. Maar ik zie hier trouwens dat dit farmpje weer klaar is. En misschien kunnen we ook wel ooit een tractor maken of zo. Dat zou al helemaal vet zijn, dan hoef ik dit niet meer met de hand weg te hakken. Oh, ik heb volgens mij zelf een crafting table binnen. Jazeker. En natuurlijk mijn lieve hond. Oh, sorry. Ik heb je nog helemaal geen eten gegeven vandaag. Dat moet ik ook meteen even fixen. Lus je een broodje? Nee. Hij heeft liever wat vlees, denk ik. Oké, nou, dat maakt niet uit. Dan pakken we dat even. Oh, niet in de auto, maar uit de auto. Hoppakee. Hij zal vast wel een lekker stukje slapenvlees willen. Hier, hoppa. Hey, Noobie. Hallo. Kijk eens, smakelijk eten, meneer de hond. Nou, Noob, ik denk dat we de volgende keer maar eens even een mooie autodealer gaan maken. Wat vind je daarvan? Ja, maar moeten we ook op mijn auto ophalen en maken. Dat moeten we inderdaad ook doen. Zij kan dat ook goed maken. Daar moet jij goed leren als automaker. Ja, inderdaad. Dan moet ik ook echt even goed onder de knie krijgen. Anders kan ik dadelijk wel een mooie autowinkel hebben. Maar als ik niet weet hoe dat het werkt, dan is het inderdaad ook maar niks. Klik hier voor de survival video van Mick. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video, mensen. Doei, doei.